I instruct me what to do. Sure. So, yeah, but. Blijf even standby. Nou, nu zouden we even doorlopen. Okay, what we're gonna do is we're gonna follow him on the back. And at one point he enters the living room. Mm-hmm. Shall we walk it and then, guide him? Okay. You want the same without the steady cam and then just walk it? Keep maintaining the same distance. Yeah, during the walk, the same distance. And lens height about here, slightly over the shoulder. Yeah. Do you want him center punched, or do you want him to one side, or do you want it to go with the feeling? So I stay here. Yeah, well, the point is we want to see the living room a little bit. So maybe. 20? Maybe from there, but maybe from that point where we were standing. Well, just come in with him a little bit. Yeah. Well, I think this is a better option, because then we see a little part of the living room, and then we don't go. Like Rosemary's Baby. Like Rosemary's Baby. Telephone scene. Yeah, that's right. Where all the audience goes like this. Yeah, that's right. Keep that in mind. Okay, so a little teaser there. Yeah, exactly. And then when we, then he decides not to go into the room, and then we pan to the left. Yes, back on with him, stay here. Yeah, well, you can very slowly. Just drift a little bit. Yeah. To be able to move. Yeah. I'll just boom down very slightly. Yeah. Oh, that's great. That's my mistake. Okay. Yeah, great. That's good. Okay, when do you want to do a walkthrough? When we want to do. When are we doing? When are we? When are we going to make the take? No, we can now do a walkthrough with the steadicam. Yeah. And the lights? The lights almost ready. Okay. So that's we're going to rehearse it with the camera. Heb jij genoeg van de kwartblauw om even een stuk eraf te snijden? Iets rustiger. Dus. Ja. Okay. Then we wait here. Now you see the room. Okay, let's stop at this point and try to. And then we follow him. But not too fast. I think it's okay if we lose him a little bit. Yeah. If we lose the actor we go for a moment. A little bit there. Slower. And can then make him, the end point is more position. So this last move was to be. So we let him go, and then we come a little closer. Yeah, just because he has more wall. Yeah. Hij staat eigenlijk nu bij Reden. Hoe is die 6 nu bij Fallen? Sven, is dit de eerste nevel van die wolk? Jij bent daar ook, bedoel je? Ja, die bedoel ik. Niet veel. Ja, Michiel, dat vind ik eigenlijk wel prettig als je een klein beetje minder naar de kamer kijkt. Want nu is het, zo beginnen we zo, zeg maar. Ik kan ook zo wegrijden. Ik kijk nu zo weg. Als het voor het licht maar goed is, toch? Kun je het zo wegrijden? Ja, dat mag je zelf weten, maar als we beginnen, zeg maar. Als je raam groot kijkt, dan. Dat is wel groot. Een beetje groot, hele grote. Ja, doe maar dat en dan naar links. Ja, dat is wel goed. Wat? En dan links. Die kant omdraaien. Ja. We beginnen ook een beetje aan profiel, wat ik nog wil doen. Ja, ja. Jij hebt hem, hè? Je hebt hem, hè? Ja, oké, ik voel het. Oké. Voel waar hoe gaat het, Francine? Ja, ik zie hem nog niet al. Zie je nu? I think 29 seconds to go. We can see it back here. 20 seconds.
Ja, Fransie, weet je dat zeker? 20 seconden? He knows it's really sure. He's a hotline to God. Hij komt weer op. Ja, hij gaat nu weer naar beneden. Ja. Klopt dat hij nu weer naar beneden gaat? Ja, een beetje. Oké. Oké, nu gaat hij weg. Ja, dan komt er nog één gat en dan gaan we. Oké, we kunnen dit. Dit is voor Chris te veel. No, no, no. No? Oké. Okay. Oké, maar nu komt er een gat en dan gaat hij weer weg. Er is een little hole in de cloud. In de wall. Hij zit zo heel erg aan de randje. Maybe you can put it on your shoulder. Oké, okay. Ja. Kom eens hierheen. Gaan we. Ja. Even wachten, zes zo. Ja, dit is niet. Hoe gaat het met. Ja, nu gaat hij weg toch? En zo meer dan dit dan. Als het nu. En nu gaat hij dat gat weer toch? Oh ja. Oké, we moeten echt communiceren, jongens. Dat. Was a good shot? It was pretty good. Pretty good.